Ajax is een team van jonge honden die barsten van het talent, maar die in het profbestaan nog het nodige kunnen leren. Daarom is trainer Gerry Vink constant op zoek naar nieuwe vormen om hieraan te werken. De jarige spits Tom Boeren voegt zich bij de selectie voor een alternatieve vorm van teambuilding. Een toernooitje voetvolley. Jongens, luister even wie er allemaal zijn. Giel Kramer, die heb ik al gehoord. Wanneer heb ik nog niet gehoord, maar die is er wel. Ricardo Kip. Die is er mee. Koppers. Yes. Ruben Lejeune. Jody Lekoki. Lejeune. Team A. Nico. En dan moeten we nou beginnen. Bij Jong Ajax heeft iedereen gewoon plezier. En vindt iedereen het leuk. En dat straalt er ook af. En team E. Jan Willem. Meneer Bosman. Jenner. Peter. De sfeer onderling is ook heel goed in de groep. En Ismael. Ja, gewoon plezier maken. Ik denk dat het altijd het belangrijkste is, ook nu in het betaald voetbal, dat je nog altijd plezier moet hebben. Want als je geen plezier hebt, ga je ook niet goed presteren. Jongens, maak er ook een leuke middag van. Maak er ook in de kwaliteit een leuke middag van, dat je ook serieus het speelt. Want dit is een hartstikke leuk spel als het goed gespeeld wordt. Alleen Ismael Aissati is op het laatste moment niet bij het toernooi aanwezig. Maar de overige spelers gaan op jacht naar de Jong Ajax Footvolley Cup. Je moet je persoonlijk heel goed gewoon ontwikkelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar het helpt ook mee als het team ook goed draait, dan speel je zelf ook beter. Dus het is zeg maar een beetje twee kanten. Je moet als team goed spelen en individueel ook. Dus dat is allebei belangrijk. Ja, het is een jong team. Er zit nog veel rek in, denk ik. En ik denk wel dat het wel goed gaat komen komend seizoen. Af en toe een dolletje is ook wel eens leuk. Dat gebeurt bij het eerste bijna niet. Oké. Na een paar voorrondes volgt de verrassende finale. De oude coaches, begeleiders, met Jenner verslaan de grote talenten en mogen de eerste Footvolley Cup in ontvangst nemen. En dan horen de spelers dat Ismael Aissati afwezig is, omdat Frank de Boer hem heeft toegevoegd aan de selectie van het eerste elftal. Ja, Jody, ga staan. Ja, ik denk dat Ismael, dat is de brein van ons elftal. Als je praat over dingen bedenken in het veld en de beste oplossingen. Ja, Ismael wel de beste. Ja, een goede voetballer. Jongen met... Je ziet al dat hij al jaren op niveau speelt. Goed aan de bal, snel met de bal aan de voet. Inzicht, goede passing. Rustpunt ook in het team. Dus een goede speler gewoon. Hij zat die keer dus terug in de selectie en krijgt een paar dagen later direct speelminuten. Fantastisch dat ze natuurlijk wat voor je doet als voetballer. Mijn ambitie was om altijd zo snel mogelijk terug te keren bij Ajax 1. Desondanks heeft hij de trainers en de spelers van Jong Ajax in zijn hart gesloten. Ja, nee, deze groep die vergeet ik niet echt. Het zijn fantastische jongens, zo leergierig. Ook heel veel respect naar elkaar toe en dat vind ik wel heel belangrijk. In de mini-klassieker tegen Jong Feyenoord keert Aissati voor even terug. Gerry Vink en John Bosman zien hun talenten op een snelle voorsprong komen dankzij een goede goal van Daley Blind. Tot de rust blijft het bij een 1-0 voorsprong voor Jong Ajax. Gelijk een minuut na de rust komt Jody volgens mij 1-1 op de keeper. Nou, dat is volgens mij ook een breekmoment waarbij je eigenlijk als je 2-0 maakt, dan is zo'n wedstrijd gespeeld. Nou ja, wat er dan gebeurt, ja, dat kun je eigenlijk niet uitleggen. Dan krijg je dus in de omschakeling ook van de eigen balbezit 2 goals tegen. Ja, dat zag er niet goed uit. Uiteindelijk maakt Tom Boeren nog de 2-3, maar Vink ziet zijn team ten onder gaan. Een zeer pijnlijke nederlaag. Ja, teleurstellend natuurlijk. Als je zo makkelijk kan winnen eigenlijk en toch met 3-2 verliest, 4-2 zo. Dat is geen goede sfeer natuurlijk.
Waar de een promoveert naar het eerste, is ruimte voor de ander om te debuteren. Een beweging die nooit ophoudt. Volgende keer in Jong Ajax, helden van de toekomst.